In het voetsal speelde de Supercuphouder FC Antwerpen voor een eerste maal voor eigen publiek met de ontvangst van IJsde Dorp. IJsde is al enkele jaren een team in opbouw en het is steeds opletten wanneer je hen treft. Uit en thuis is dan weer een verschil en zo zien we de thuisploeg na amper 7 seconden op 1-0 komen. De thuisploeg is nu de betere ploeg en verdubbelt de score via Verdijk, de 2-0. Rusten kunnen de Antwerpenaren met een 3-0 scoren na een goal van kapitein Ahmed Sebabti. IJsde gaat zich niet zomaar laten doen en komt via Anap op 3-1. 4 minuten later is het weer de beurt aan Etalaki die de netten doet trillen met de 4-1. Wie goal zegt, zegt Dillie, die tekent voor de 5-1. Diezelfde Dillie maakt dan nog een on-goal doelpunt en het is Anap die de 5-3 op het scorebord zet. FC Antwerpen kan de zege thuishouden na een goal van Omar Zougachi die de 6-3 eindscore op het bord zet. Het einde van het seizoen zullen we zien waar het schip strandt en play-offs zijn daar om de ploeg die dan het meeste wint in de play-offs zal met de prijzen gaan lopen. En daarnaast heb je een bekercampagne. Daar is het belangrijk dat je geen enkel misstap mag zetten om proberen die finale te halen. En dan zullen we zien wat dat dan teweeg brengt. Vandaag een moeilijke wedstrijd, maar het belangrijkste was de eerste wedstrijd van de competitie. Moet je 3 punten halen als Antwerpen zijnde. Dus opdracht volbracht. We hebben een paar keer 2-1, 3-1 zelfs. En als je dan het geloof niet hebt om dat doelpunt te maken, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En ik denk dat we nog nooit zoveel kansen hebben gehad hier in Antwerpen. Ik denk dat moet je ook echt dat die winnersmentaliteit hebben om die doelpunten te kunnen maken. Ik denk dat we al wel een heel belangrijke wedstrijd winnen. Thuis moeten we proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. De eerste match is altijd de moeilijkste. De kop is eraf nu. Dus ik denk dat we hierop moeten verder werken. We zijn aan een goede reeks begonnen. En ik denk dat we deze moeten, zo lang mogelijk moeten proberen aan te houden. En dan zien we wel hoe ver we geraken. Ja, continuïteit is heel belangrijk. Hè. Hoe meer wedstrijden je wint, hoe meer dat het zelfvertrouwen gaat groeien. En we moeten gewoon aan dit gevoel blijven vasthouden. Want ik denk dat we ons goed voelen. We spelen met veel vertrouwen. Vandaag misschien wat te veel afval in onze spel. Maar goed, we hebben gewonnen. En dat was vandaag ook het allerbelangrijkste.